zijn op de Battle Bazaar, zaterdag de 12e mei. We zijn hier bij de Boekenkraam. Sorry, bij de Boekenkraam. En met wie heb ik het genoegen? Jannie van Zessen. Jannie van Zessen. En wil je vertellen wat je hier zoal doet voor de Battle Bazaar? Voornamelijk zit ik in de boeken. Ja. En dan ben ik inbeland omdat mijn man in de bazaarcommissie zit. Ja. Ga je mee en dan wordt dit. Ja, precies, want het is een behoorlijke collectie, hè? Heb je al... Ja. Heb je ook al wat kunnen verkopen ook, kun je zo over zeggen? Ja, het gaat niet met stapels, maar staag. Gaat samen met staag, oké, ja. En wil je vertellen, Jannie, waarom je dit doet? Waarom je zoveel energie hierin steekt om het voor te bereiden, om hier te staan een paar dagen? Voor het goed doel klinkt natuurlijk heel erg leuk. En dat is het ook, daar doen we het ook voor. Maar ook omdat je met z'n allen bezig bent als groep, als gemeenschap. Als gemeenschap, ja. Dat is gewoon een hele echte groep. Dat elk jaar met hart en ziel doet. Ja. En daar gewoon ook van geniet. Ja. Ja, leuk. En zijn er ook persoonlijke motivatie? Heb je ook persoonlijke drijfveren? Want je bent ook verbonden aan de kerk, heb ik begrepen. Ja? Kun je daar iets over zeggen? Ja, hetzelfde, die gemeenschapszin. Die gemeenschapszin. Echt dat je gemeente bent. Oké, ja. Oké. Als gemeente doen we dit toch wel, hebben wij het idee. Tenminste, die illusie hebben wij graag. Die illusie echt. Dat vertellen we onszelf gewoon. Ja, maar goed, maar het is ook merkbaar. Ja. En alles en nog wat. Ja, zeker. Ja. Goed, dankjewel voor je bijdrage. En nog een mooie dag. Gedaan.